Fabrice. Hi. Dat zijn weer een hoop nieuwe boeken. Ja, gelukkig wel. Ik heb leuke voorraad gekregen om de lege plekken in de kast aan te vullen. Even leek het erop dat Dries moest stoppen met zijn zelfgebouwde mini-biep. Die gaat er boven. Nee, dan gaat hij daar. Dat was wel in eerste instantie het idee, ja. De paar keer is die echt gewoon helemaal leeggehaald. Dat er nog 1-2 boeken in stonden. Ja, op een gegeven moment houdt het dan op te duren. Als je geen boekje meer hebt, dan kan ik de bibliotheek wel laten staan. Dat heeft dan geen nut. Dries deed zijn beklag op Facebook en krijgt nu boeken uit het hele land toegestuurd. Ik heb geheel spontaan aangeboden gekregen een doos boeken van een mevrouw uit Terschelling. Ergens in Zeeland. Er worden spontaan boeken ingelegd. Ik kwam van de week thuis, stond er een doos met boeken voor de deur. Van allerlei plaatsen, ik weet niet eens van wie allemaal. De buren zijn blij dat ze nu weer boeken kunnen lenen. Heel erg leuk, dat ik ben kapster aan huis. En ik verwees iedere keer mijn klantjes naar Dries. Het is voor mij een spelletje. Ik vind het gewoon leuk als vriendendienst, burendienst. En dan vind ik het leuk dat mensen daaraan meehelpen om het in stand te houden. Hij is in ieder geval niet van plan een slot op zijn biep te zetten. Nee, ga ik niet doen. Nee. Ik plak er nu een sticker in dat de boeken niet bedoeld zijn voor de verkoop. En verder gewoon maar hopen.